Good morning! Ik zit even aan mijn ontbijt met havermout voordat ik weer naar het strand ga. Ik heb er zoveel zin in. Dat water was echt insane. Ik heb die GoPro beelden ook even teruggekeken. Unbelievable. En in het echt is het nog veel mooier. We gaan dus zo naar het strand. That's what's up. Eerst even wat snacks halen bij de 7-Eleven. Er zijn daar niet echt restaurants, dus even wat meenemen. Ik ben op het strand en ik heb Jackie ontmoet. Jackie komt uit de UK, is hier ook nog 2 weken iets langer dan ik. En we hebben samen lekker gezwommen in die prachtige zee. En we zijn gewoon heel de tijd aan het kletsen. That's it. Pero algo menos que ser novio. Se te nota que tú quieres, eso es obvio. May, aunque tú sabes que yo tengo compromiso. No te importa, tú quieres salir conmigo, mujer. Sobresaliendo, talento caritero. Desde Carito Records. Mami, y es que se te nota. Ik ben weer terug op mijn kamer. Ik ben lekker gedoucht en lala. Maar ik heb iets zo ongelooflijk slims en amateuristisch gedaan. Slim als in sarcastisch. Gisteren zag ik dus gewoon een hond poepen op dat strand. Dus ik dacht, eeuw, zoals ieder mens zou denken. Dus toen ik daar vandaag weer lag, ik ging natuurlijk kijken dat ik niet ergens in een turd ging liggen of whatever. Maar ik heb er dus niet aan gedacht, of ik ben het gewoon vergeten, dat toen ik ging eten om even desinfecterende gel op mijn hand te smeren. Briljant, maar niet heus. En ik had pruimen gegeten en van die geroosterde bonen. Dus ik zat het zo lekker met mijn handen zo allemaal op te smikkelen. En ook nog mijn vingers aflikken en zo. Gadverdamme. Wat er dus gebeurde, je kan het al raden. 2 uur later begonnen mijn darmen ineens te rommelen. En ik was in het water en ik dacht, wat gebeurt er? Nou, sinds die tijd ben ik dus naar de wc aan het rennen. Ik ben blij dat ik zeg maar droog thuis ben gekomen. En ik heb hier ook al de hele tijd op de wc gezeten. Echt zo ongelooflijk dom. Alsjeblieft, als je in het buitenland bent, was je handen voor het eten. Want je weet maar nooit, weet je, waar andere mensen met hun handen aan hebben gezeten. Je weet maar nooit wat er op het strand ligt. Dat schone strand wat je ziet. Blech. Anyways, dat is de struggle van vandaag. Ik ben wel super blij dat Jackie gewoon even hoi wilde zeggen. Kijk, dat ik de hele tijd een camera voor mijn eigen neus wil douwen, dat betekent niet dat andere mensen dat ook willen. Dus ja, ze wilde even hoi zeggen, maar ze was een beetje verlegen. Dat kan ik ook wel goed begrijpen. Echt super leuk om haar te ontmoeten. Ze is een oudere dame, zoals je misschien al hebt gezien. Heeft ook al 2 kinderen. Het is nooit te laat om je droom te volgen. En ik vond het zo inspirerend om haar vanmiddag te spreken. Het was echt een hele, hele toffe vrouw. En ik zie haar zeker ook nog wel een keertje terug. Ik ga kijken of ik iets te eten kan vinden zonder dat ik naar het toilet hoef te rennen. Ik heb een Indiaanse thali besteld. Een thali is zeg maar, ja, dan krijg je gewoon meerdere gerechtjes op een bord. En dit is een bonencurry of zo. En dit is een groentecurry. En dit is een samosa en dan nog rijst en een naan erbij. En dan heb je de saus in het midden. En ik heb nog een coconut lassi om mijn darmen een beetje te kalmeren. Even serieus. Alleen al voor het eten moet ik gewoon naar India toe. I love this food. Ik ben in de supermarkt een beetje aan het neuzen. En ik kwam deze zonnebril tegen. Kijk hoe vet. Dit is echt heel cool. Oké, ik weet dat ik er nu cracky uitzie. Maar stel je even voor dat ik mijn haar heb gefixt. Dat ik misschien lipstift op heb en zo. Dat vind ik wel echt bruut. Super vet. Weet je wat ik ook tof vind? Dit. Niet lachen. Toen ik nog zeg maar jong was, toen ik 15, 16 was of zo, waren spacebrillen echt helemaal de bom. En daarna waren ze natuurlijk weer op de achtergrond verdwenen. Maar ik moet zeggen dat ik dit steeds meer begin te waarderen. Kijk hoe cool dit is. Ik vind het echt heel tof. Ik zag het in die
mountain documentaires. En ik dacht, wow, dat is best wel vet. Toch weer zo'n, zo'n space bril. Dat ze eigenlijk wel allebei hebben. Yo, hebben ze ook al KitKat Ashes in Nederland? This is amazing. En wat hebben ze nog meer? Deze vond ik wel tof uitzien. Met die aardbeien-shizzle in het midden. Nou, de chocola kennen we natuurlijk wel. Dit is black bean coconut milk. Sago taro. Ik heb nog nooit taro geproefd. Die staat nog wel echt op mijn to-do list. Maar niet per se in ijsjesvorm. Nou, voor de rest is het gewoon heel normaal. Yo, trouwens, als we het over trends hebben. Ik heb nu al 2 keer een super stylish Aziatisch meisje. Ik weet even niet uit welk land ze komen. Niet Thais. Met Crocs gezien. Geen grap. Gewoon die Donald Duck schoenen inderdaad. Trust me, dit gaat een trend worden. Ik heb zoveel dingen in de afgelopen 6 jaar dat ik elke keer naar Hongkong ging en zo. Elke keer zag ik dingen waarvan ik dacht, huh? En elke keer zag ik dat weer in het Westen terugkomen. Trust me, volgend jaar. Dit is oprecht geen grap. Volgend jaar zijn Crocs volgens mij gewoon een trend. Ik moet je trouwens ook iets serieus vertellen. Tegen de tijd dat je dit ziet, heeft Stefan het ook gehoord. Maar ik heb iemand ontmoet en we hebben ongeveer 8 dates gehad nu. Ja, ik weet niet. Het klikt ineens zo goed en ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar zijn naam begint met een W. Zijn tweede letter is een C. En de achternaam is Toilet. Dit is echt niet normaal. Echt zo vicious heb ik het nog niet gehad tot nu toe. Ik hoop maar dat het een beetje kan afzakken. Want ik kon niet eens meer zo lang buiten blijven. Omdat ik gewoon weer naar het toilet moest rennen. Leer van mij. Altijd je handen wassen voor het eten. Hé, hey, het is bijna 2:30. Ik ben echt zo dood. Ik kan op dit moment niet eens onderscheid maken of het donderdag, maandag, zaterdag is. I have no clue. Ik weet dat we ergens in juni leven. Misschien is dat ook een gevolg van al het reizen. Maar ik ben... Nou, trouwens... Ik ben bijna gaan slapen zonder mijn tanden te poetsen. I know, eeuw. Dat komt misschien 2 keer per jaar voor. En ik kan je nu al vertellen dat daar alcohol bij betrokken is. Maar ik ben nu zo moe. Anyways, ik vond het echt heel gezellig weer vandaag met je. Dankjewel dat je er was. Oeh, als je scherp bent, hebben we nog geen theme song van vandaag. En de theme song is... Sorry, ik kwam niet op het liedje van All Saints toen we bij de beach waren. Maar dat doen we hier gewoon lekker voor vandaag. Want vandaag is hier ook toepasselijk. Dus de theme song van vandaag is... I know that it's coming. Can you hear what I hear? It's calling you, my dear. Out of reach. It take me to the beach. En we gaan morgen weer naar de beach. Dankjewel voor het kijken. Als je geabonneerd bent, zie ik je natuurlijk morgen. Awesomeness van me. En als je nog niet geabonneerd bent en je denkt, wow, dit zijn vette video's. Dit wil ik vaker zien. Klik dan hier om je te abonneren. En dan ga je automatisch mee op alle reizen vanaf nu. Als je misschien denkt van, nou, ik wil nu een andere aflevering. Dan kan je hier alvast kijken. En je kan ook daarmee naar de afspeellijst van alle travel vlogs. Kan je oude video's meekijken. Doei, tot morgen!